Wacht, ik kan dynamiet gooien. Dat is een goeie, dynamiet zeg. Jezus. Hallo mensen, succes met bommen. Oh, ik heb één genokt. Oeh, lekker dude. Ja, 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 ik heb ze allemaal. Oh my god. Yo, what up mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik samen met Duncan spelen. We spelen duo versus squads. En we hebben drie wapens die we kunnen gebruiken. De revolver, de shotgun, pump shotgun. En de hunting rifle. Het is een super grappige game. We doen bombardementen met vliegtuigen die eigenlijk niet in de game horen te zitten. We maken sicke trickshots. En we pakken natuurlijk lekker wat kills. Ik hoop dat je deze video leuk gaat vinden. Mocht je trouwens de code DODO willen gebruiken bij Support Your Creator, dan ben je een dikke vette baas alvast. Dankjewel voor het supporten. En veel plezier met kijken naar deze video. Ik kan dansen en iemand... Ik zie iemand dansen in de lucht. Er danst iemand in de lucht? Is hij onder je, rechtsonder. Wow! Kijk hem dansen, die vent. Hoe is dat een ding? Yo, hoe werkt dat? De boy kan dansen. I love it. He can jam. Oh, nee, er is iemand hier met een shoddy. Oh, ik kom eraan. Ik heb ook een shotgun. Oh, ik heb hem! Hij heeft twee keer op me geschoten. En ik heb één keer op zijn bakkes geschoten. Oh, er zit eentje nog boven. Oké. Okay. Oh, en er gooit dynamiet naar beneden. Heb je een shotgun? Ik heb een shoddy, ja. Nee. Wow, ja, de... What? Oh, jeetje. Er zit hier iemand nu buiten bij de voordeur. Hij is low. Oké. Okay. Oh, ja. Dit is zo naar. Hak het kapot. There you go. Onder ons. Ik ga hem. Lekker, lekker, dude. Lekker. Oké. Ik ben semi gestrest. Echt niet hoor. Nee? Oh. Jeez. Het is wel naar als iemand boven je bouwt, hè. Dan moet je echt gaan hakken in plaats van schieten. Ja, klopt. Want die wapens uit deze LTM, die komen er natuurlijk helemaal niet doorheen. Nee, precies. Wel grappig. Ik hoor cowboys op het westen. Op oosten, sorry. Westside. Oh, ik zie hem. Oh ja, ik zie ze ook. Oh, ik heb geen sniper natuurlijk. Wacht, even naar granaten naar de kerstboom gooien hoor. Yo. Oh, daarachter zit ook nog een. Are you good? I'm good. Oh, ik hoor er weer vuurwerk. Ik heb een headshot. Ja. Yo, ik heb er een down. Nieuwjaar van. Oh, lekker. Die hadden ook een paar keer gehit. Rechts bij de garage. Oh ja, hij gaat naar de achtertuin. Oh, er zit één iemand op het dak. Oh ja, het is squads natuurlijk. Oh ja, helemaal vergeten. Jongens, helemaal vergeten. Squads. Niemand speelt dit als een squad. Oké, ik ben in de buurt. Yo, ik kom er ook aan. Jij met een rode skin. Ik ben nog niet bij je. Nee, ik doe rustig aan. We willen natuurlijk alle actie op beeld hebben. Breng een mooie beeld. Eentje is knocked. Oh, sorry. Waar sorry, Wouter. Ik had net de actie op beeld. Oh man, het spijt me. Dat was mooi om te zien. Mooie actie. Oké. Nou ja. Well, ik that happened. Te denken, als er geen shields zijn die in de kisten zitten, moeten we dan niet droppen bij paddenstoelen? Oh, zo. Dat is een goeie. Ja, de 500 IQ, de jongen. De tactics. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. 500 IQ, jongen. Ja, dan kunnen we dus bijvoorbeeld naar dit bos bij retail om paddo's te gaan zoeken. Bijvoorbeeld. Zullen we daarheen? Ja. Heb je trouwens wel wat AR-ammo voor me? Want ik heb maar één kogel in mijn six-shooter. Ja, ik heb hier wat voor je. Oh, wat lief. Dankjewel. Ik weet echt niet of daar nog betere shooters lagen. Ik ben gewend om pistols niet op te pakken, maar die hebben we nu natuurlijk wel nodig. Ja, ik ga even kijken heb of een blauwe. Of zo. Volgens mij heb ik niet iets beters dan blauw zien liggen. Nee. Jawel. Daar zijn. Nice. Toch even meenemen. Ik weet niet hoeveel damage het scheelt, maar het zal vast wel iets zijn. Oh ja, en ik denk dat in crates, dat daar waarschijnlijk ook wel een grote kans is dat we shield kunnen vinden. Want slurpjes zijn nog wel in de game. Oh ja. En heel misschien een minigun, want dat was ook wel van die tijd, toch? Van het Wilde Westen, ja. Nou, ja, was het? Nee, er was toch wel een beetje revolver in... Later Wilde Westen, denk ik. Weet je, meestal zo'n trein, weet je wel, waar dan een minigun op stond. Ja. Zo'n turret. Ja, precies. Ja, dat is wel nice. Ik kan me nog wel herinneren uit van die cowboy games. Red Dead Howdy, Redemption. Brother. Ja, exact, precies. Er zijn mensen op Saldi Berg geweest. Ja, waarschijnlijk zullen ze in Dusty wel zitten, denk ik. Ja, dat kan wel. Oh. Ik heb ook nog wel even wat appelskus nodig. Oh, hier, de beneden zitten natuurlijk paddo's. Ja, in Dusty. Had ik nog niet eens over nagedacht, maar goed, hè. Yo, je hebt zelfs net koffie gedronken, je bent niet eens wakker. Nee, precies. Ja, vergeetachtigheid, dat kan je niet tegengaan met cafeïne. Dat is waar. Wat zijn dit? Er liggen hier eieren. Ja, hallo, eieren. Huh? Wat zijn dit voor eieren? Oh, je hebt ganzennesten, moet je zoeken. Is dit een referentie naar Pasen of zo? Dat is wel vroeg. Dat is wel heel vroeg bij, ja. Ja, weet je, Epic Games is wel van de vroege vogels. Hey, dude. Ze kwamen alleen wel met best wel laat met Battle Royale uit. Maar goed, hey, weet je,
Geen probleem. Maakt niet uit. Hey, ik denk dat er geen paddo's zijn nu. Nee, ze zijn allemaal een beetje weg, hè? Ik denk dat die gewoon niet spawnen of zoiets. Of mensen hebben ze allemaal opgegeten. Pam, pam, pam. Pom, pom. Maar ik zie ze ook niet, inderdaad. Nee. Ja, op zich, Circle kan nog wel naar retail gaan. Kunnen we eventueel daar kijken. En als ze daar niet zitten, dan zijn ze of echt allemaal weg. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nou ja, waarom niet? Ja, oké. Okay. Ik heb ook de normale items weggehaald. Maar er zijn waarschijnlijk dus ook mensen, denk ik. Mensen? Er zijn wel appels. Dat zijn wel dingen. Er zijn appels. Oh, ik heb appels nodig. Waar zijn die appels? Ja, hier bij die boom. Zijt van je. Op de grond. Zo, die zitten diep in het gras. Ja, ze zitten goed verstopt, hè? Ja. Staat hier trouwens ook nog steeds een caravan en een auto, maar... Hey, no problem. Ja, dat kan wel, hoor. Ja, ja, ja. Er zit flink wat paardpower in. Paardenkracht. Paardenkracht! Ja, dan moeten er ook wel paddo's zijn. Mm-hmm. Ik ga me niet vertellen dat hier geen paddo's zijn. Het hele paardenkracht doet me trouwens echt denken aan zo'n quizvraag voor hele domme mensen. Van hoeveel pk heeft één paard? Oh, zijn er mensen die dat... Oh, nee. Ik denk dat het echt wel zo'n vraag is waar heel veel mensen instinken. Ja, true. Paddo's! Ja, zitten ze hier wel? Paddo's! Oh, dan zijn ze gewoon allemaal opgegeten daar. 500 IQ. Ja, ze hebben dus 600 IQ. Ja, want zij hebben daar gewoon meteen alles opgegeten. Echt? Slimme rakkers. Ik denk dat die paddenstoelen ze slim hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Is hier nog een six-shooter? Al moet ik wel zeggen, ik vind er echt niet veel. Ik heb er nu één opgegeten. Ja, of ik twee. Heb er ook maar één. Oh, ik heb een campfire, dat is wel lekker. Oeh, lekker warm. Lekker warm. Lekker warm bij de campfire. Je weet toch. Je weet zelf. Ja, nee. Ja, of ze zijn hier ook al langs geweest om alle paddo's te eten. We moeten hier gewoon droppen. Dan gaan we gewoon niet meer voor wapens. Maar dan gaan we alleen maar voor de paddo's, ja. Dan weten we tenminste dat als er mensen tegenkomen, dat we gewoon de paddenstoelen van ze hebben afgenomen. Ja, oh, ik zie een crate op noord, direct. Zullen we daarheen gaan? Ja, ik ben onderweg. Er zal waarschijnlijk de cirkel wel naartoe gaan en zo. Dat zie ik ook nog wel voor me. Oh, en waarschijnlijk kunnen je hier zelfs nog dat vliegtuig pakken wat op de blok beschikbaar is. Right. Want dat is denk ik ook gewoon niet de bedoeling dat er vliegtuigen spannen. Nou, het lijkt me ook niet. Ik heb ze ook alleen... Nou... Nee, ik zie ze ook niet op de normale spots. Nee, ik zie hier trouwens dat hier wel links gebouwd is. Volgens mij zie ik iets gouds. Zou dat kunnen? Oh nee, dat is een lampje. Wauw. Maar is het een gouden lampje? Ja, het is wel een goud lampje. Oh, oeps, sorry. Dat was mijn fout. Ik schoop ongeluk. Alarm. Ja. Maar hier had je ook nog minis, toch? Ja. Ja, die zitten echt verspreid over heel Wading. Kan ook zo zijn dat ze de spawn rate gewoon echt ontiegelijk laag hebben gezet. Dat kan ook. Oh, paddo! Ja, ik wilde net zeggen. Ja, dit allebei is echt delen. Zoek de paddo's, wat de heck. Hallo, allebei vandaag eentje. Gaan we paddo'stoelen zoeken in het bos. Nee, ik denk toch dat ze echt allemaal opgegeten zijn, hoor. Jawel, hè? Ik denk het wel, ja. Kan gewoon bijna niet, joh. Geloof er niks van. Je hebt van die paddo-vreters, die vreten de hele dag. Ja, echt hoor. Die zijn er. Maar weet je wat ik dan nog wel mis? Ja? Tegenspelers. Ja, het is aardig stil. Hoeveel kills? We hebben 2... Oh, 5 kills. Oh, we hebben wel 5 kills. Dat is dat ik dacht. Ja. Ja. Oh, ik zie nog meer. Nog meer paddo's. Volg mij. Ik kan het ook gewoon markeren. Dat is super chill. Wat kan je markeren? Ja, als je je scrollwieltje indrukt, dan kan je als het goed is paddo's markeren. Oh my god. Gewoon waar je kijkt, dat markeer je. Nice. Ja, we kunnen wel even kijken bij de blok, misschien een vliegtuig pakken. Dan kunnen we sowieso mensen vinden. Ja, maar ik bedenk me nu ook, met een vliegtuig krijg je echt gewoon... Die krijg je niet neer met je revolvertje. Nee, ik hoor ze ook al. Oh nee, dat gaat er helemaal door. Nog meer mensen met 600. Ja, je doet 14 damage erop. Ja, dat is echt helemaal crappy. Ja, we kunnen in waiting blijven, dan zijn we tenminste veilig voor dat ene vliegtuig. Ja, of we gaan voor die ander. Kijk, ze gaan dan. Eentje zit er achterop. Ik heb eentje gesniped voor 86. Ja, oh, ik heb hem! Ja. Lekker, man! Kom, we gaan hem pakken! Grijp hem! Oh nee, dat vliegtuig, je hoort hem al. Ze duiken echt wild. Oh, hij is eruit? Ja, hij gaat voor de rest. Hij gaat voor de rest. Oké, ja. Hij heeft gebouwd bij de guy die knocked is. Yo. Oh, ik heb hem dood. Oh my god, lekker, broer! We hebben lekker, en het vliegtuig man. En de loot! Ja, man. Echt heerlijk. Oh, okay, help. Paarse revolvers voor ons beiden. Oeh. Oh. Oeh. De loot. De loot. It's very good. Oh my god. Ja, er zijn nog genoeg vliegtuigen, zo te zien. Ja, true that. Cool. Maar wij hebben er eentje. Ja. Let's we kunnen ook met deze kunnen we de andere saboteren door er heel veel op te schieten. Oh, it's genius. It's genius. Oh. Aha. Let's go. Oké.
Kan je deze dingen een beetje besturen? Nee. Oh. Nou, dat wordt top. Zal ik ze neerhalen of niet? Nou, dat is een beetje zonde van onze tijd. We kunnen beter gewoon hunten, toch? Ja, je kan erop schieten mochten ze in je vizier komen. Maar verder zou ik er niet te veel mee doen. Ook trouwens, ze hebben de vliegtuigen wel echt hard genurfd. Dus je verliest super snel HP. Uh-huh. Ook als je dus in structures of tegen structures aanvliegt. Oké. Okay. Oh ja, in die. Ja, ik zie het. Ik zie het. Ik had hem bijna geraakt. Oh, het zijn echt drie man. Pas op, pas op, pas op. Yo, ik heb 30 damage gedaan. Nice. Oh, ik neem damage. Oké. Okay. Probeer maar een beetje afstand te nemen. Ik heb eentje geheadshot. Ik heb eentje nog. Lekker, lekker. Oké, ze gaan voor de rest, denk ik. Oh, wat? Dat was mis. Oei, 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 oei. Zullen we uitstappen? Kan, maar ik denk niet dat ik deze wil fighten. Wacht, ik kan dynamiet gooien. Dat is een goeie, dynamiet, zeg. Jezus. Hallo, mensen. Succes met bommen. Oh, ik heb eentje knocked. Oeh, lekker, dude. Ja, ja, ik heb ze allemaal. Oh my god. Oh, wow. Welkom in het Wilde Westen, vrienden. Perfect. Damn. Gozer. What the hell. Nou, daar ligt nu moeilijk veel loot. Yep. Oh, ik zie erachter ook mensen op East. Oh ja, ik zie ze. In de verte. Wil je ruilen van plek anders? Dat je even kan snipen? Ja, dat kan. Oké, okay, dan moeten we even... Oké. Okay. Wat is de zitplek? Oh ja, ik heb hem. Ik heb hem gehit. Oh shit, er zit een hele piramide. Kijk dan, op Zuidoost. Wat is dit, joh? Hoe hebben ze die gemaakt? Is dat een Port of Fortress? Dat lijkt er bijna wel op, ja. Ja, dikke tip dus. Dynamiet is echt zwaar OP. Als je het van een vliegtuig afgooit. Echt? Lekker mensen wil bombarderen. Hallo, mensen. Hallo. Oké. Okay. Oh, whoops. Sorry. Oké. Okay. Lekker, lekker. Yo, ik heb damage. Oh, ik heb hem! Oh, nice. Oké. Okay. Wil je dat ik er weer inga? Nee. Ga, flyby. Flyby. Oké, flyby. Oké. Okay. Ja, jeet. Ja, jeet. Dynamiet. Oh, hier onder ons ook nog bij het doolhof, maar ik zou hem niet... Oh, lekker, lekker, lekker. Later, hater. Ja, ik dop weer. Bombardement, pas op. Wee. Ik weet niet waar die is. Oh, ja, ik zag hem een heel klein beetje in de ooghoeken. Oh, ik heb hem gehit. Lekker, lekker. Kijk hoor. Ik ga weer een dynamietje. Oh. Nice. Onder ons, onder ons. Oh. Oké. Het is moeilijk, man. Ja, het is echt moeilijk. Ik weet niet of we willen... Hallo, uitstappen. Makker! Oh, oké, wacht. Ik ga weer opstijgen, man. We moeten naar de cirkel. Yo. Dit is zo sick. Het is zo droog. Oh, ik hou hier echt van. Ik ga even die toren voor ons neerhalen. Zodat daar niemand in kan zitten. Oh, mijn ding is alleen een beetje... Ja, there we go. Nou, waar is de rest? Ja, of willen we die gast op wachten? Ja, het kan. Ons vliegtuig is alleen wel een beetje roestig aan het worden. Ja. Zie je, hij stopt er een beetje mee. Dat doe ik echt niet zelf. We moeten weer benzine... Oh, hier zie je iemand. Oh. Ja, willen we eruit? Ik heb hem gehit. Lekker, lekker. Drive-by! Ja, jeet! Nice. Boom! Ik blijf gewoon rondjes vliegen, hoor. Dynamite! Wee. Nice. Iemand is knocked out by the storm. Lol. Ik heb weer gehit. Nog één hit. Ja, lekker. Hoor! Oh, Wouter! Gaat gewoon wild, deze jongen. De sharpshooter. Oh, het is wel moeilijk met snipes. Zou ik eruit springen? Denk het wel. Ja, kan maar. Wee. Ik land wel gewoon naast je. Dag! Gewoon even voor die BM. Shit, jongen. Oh, er zijn mensen op east. Oh ja. Op de berg? Naast de berg? Oh ja, ik zie ze. Ik hoor ze. In waiting. Oh ja. Zien. Heb je maar dus één gedaan? Nice. Ja, bij dat huis en in de bossen. Willen we weer vliegen? Squad. Ja, is cool. Ik zoek nog even dynamite. Is er nog een vliegtuig? Nee, ik kan niet echt. Oh, man. Ik heb 5 dynamite. Oeh, dat is wel nice. Ga jij dan erop staan? Oh ja, is goed. Ga jij maar. Oh. Take the good seat. Oké, nice. Even kijken. Ga ik hier. Oh nee, shit, de storm! No! Wouter, wat doe je nou? Ik moest een kleine omweg. Ik ga even dynamieten. Dynamietje. Zo, die landen heel goed. Oké, ik heb hem bijna. Hij is dood de fall damage. Lekker. Ik heb die boom gesloopt met de dynamiet. Oh ja, hij gaat eronder. Oké. Okay. Nou, succes, Rakker. Ja, we moeten sowieso de andere kant op. Oh ja. Ja, hij moet even reloaden. Oh, er komt hij. Achter de boom vandaan. Oh. Lekker. Oh nee, het vliegtuig. Hij is dood. Ja, even reactievermogen testen, hè. Ja, dat is goed. Even kijken. Nou, dat zijn de laatste, denk ik. De Rift. Ik denk het, ja. Wel, ja. Er zijn nog inderdaad 2 over. Oh, hier op de berg. Ze gaan boven ons. They have the high ground.
Oh shit, de cirkel. Gooi je dynamiet? Oh, we moeten even vaart maken. Ik heb mijn structure geconnect aan de dinges. Yo, ik ben lager. Ik ben niet boven. Oké, maar niet uit, Ik bouw gewoon rustig naar beneden. Hij moet ook naar beneden komen namelijk. Ja, ik zie hem. Hij zit op mij. Wat? Oh nee, ik klikte op de verkeerde knop. Hij is dood, hij is dood. Nice, oké, dan heb je een 1v1. Ik kan je niet redden, bro. Nee, maar niet uit. Ik was echt dood te fall damage. Nou, ja. Nee, ik ben al dood. Shit. Een 1v1, Wouter. You Let's go! This. Wilde Westen, een stand-off. Moet de andere kant op. Oh. Tot ziens. En waar zal die zitten? Zou die campen, denk je? Vast wel. Hij heeft een skybase. Oh, hij zit naast je. Echt? Huh? Zag ik dat nog goed? Oh nee, laat maar. Sorry, ik werd gewoon paranoia. Oeh. Ping. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon bouwen. Oh, we gaan gewoon T-View tactieken. Oh, hell yeah. Oh, yeah, yeah. T-View tactieken. Yeah, yeah, T-View tactieken. Nou, dat gaat hij hoor. Je kan zijn ramp kapot schieten, uiteindelijk. Uiteindelijk. Ja, zeg maar, dat, als hij echt omhoog gaat, dat je hem dan kan spieven en dat hij dood gaat op fall damage. Hij moet wel moven, toch? Ja, zeker. Oh. Wat? Was dat mis? Oh, dat meen je. I'm so sad. Nou, kom op. Je hebt sowieso waarschijnlijk dat shield voordeel. Oh, nice, nice. Want je hebt natuurlijk nog 40 shield. Misschien die extra 10 AP bijhieden met een kampvuur is optioneel, maar... Ja, gaat hier echt die hoogte. Zit hij in... Kijk hem pieken. Nee, hij zit nog niet in de cirkel. Oh, en nu moet hij wel. Ja, 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 oh, ja, ja! Oh, 43 AP! Oh, hij heeft ook shield. Oh! Oh. Yes! Lekker, Wouter. 7 spectators. Hey! Let's go, boys. Dames en heren, ik hoop dat jullie het een dope match vonden. Smash dat duimpje omhoog als je het leuk vond. Check het kanaal van Duncan. Gebruik de code DODO in de shop. En ik zie je de volgende keer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.